personal best van 59,18. Dat betekent dat ze heel goed bij de les zal moeten zijn. Ik zei het al, Europees kampioene. Vorig jaar werd ze derde. De nummer 2 van het Finse kampioenschap. Finland heeft haar kampioenschap uitgebreid gevierd. Het was ook een mooi toernooi voor de Finnen in Helsinki. Maar we zijn nu weer weken verder. We staan in LA in het Staples Center. De muziek is van Carl Jenkins en het heet Imagined Oceans. Drievoudige toloop, dubbel toloop. Ja, dat is een combinatie waar je dus niet meer in de top kan meten. Drievoudige Rietbergen uitpassen. Axel is goed. Interessante passenserie. Laura Lippisto. Netjes. Maar daar houdt het mee op. Dat is een mooie kuur, erg goede choreografie. Maar ja, te weinig inhoud. Ze zegt er ook met haar hoofd schudden. Maar ik kan me ook voorstellen als je daar zo'n Yuna Kim moet rijden. Ja, dat valt natuurlijk niet mee. Dan ga je toch vissen. En niet alleen Yuna Kim, ze reden er om haar heen natuurlijk ook allemaal heel goed. Tja, Laura Lippisto. We zijn het al op de Europese kampioenschappen. Een titel zonder triple flip en triple loots is eigenlijk toch een titel zonder glans. En hier ook veel te weinig inhoud al in deze korte kuur. In Helsinki had Kiira Korpi het moeten worden, maar die knalde de baan af. Ja, en letterlijk zei het. Nou, hier zien we de combinatie. Ze wilden dus drievoudige toloop doen. En zelfs dat is al niet genoeg. Er moet toch wel een flipper van loots in. En dan deed ze wel een keurige. Hier zien we die drievoudige Rietbergen uitpassen. De kuur is erg mooi. De choreografie is interessant en bijzonder. Dus in de programmacomponenten zal het zeker scoren. Maar te veel punten. Een kleine struikelpartij daar in de passenserie. Ja, ze heeft niet die glamour uitstraling van Kiira Korpi natuurlijk. Dat weten ze zelf allemaal. Het zijn megasterren in Finland, hè? Al die topschaatsers hebben er 5.
Er mogen maar twee van meedoen met dit WK. En ze zitten in de gevarenzone met betrekking tot de startbewijzen. Ja, want op dit moment Peukje staat op de 10e plaats. En ik denk niet dat Lippiste haar voorbij gaat. Het zal ongeveer hetzelfde niveau zijn. Maar ik denk dat ze zelfs ietsje meer krijgt. Toch nog vanwege het feit dat ze Europees kampioen is. Ja, wie weet. Raar gezegd, maar we komen er gauw achter. Personal best van 59.18. The short program scores, please. Ja, 59-66, dat snapt ze zelf eigenlijk ook niet. Maar inderdaad. Ja, we zitten in de laatste groep en dan gaan die punten gewoon omhoog. Zo is het helaas. En de Europese kampioene die niet tevreden is, terwijl ze toch tevreden zou moeten zijn vanwege de situatie. Namelijk 59.66 is je personal best. Alleen de prestatie, ik kan me voorstellen